En dan nu? Dikke huid krijg je jaar na jaar. Ringen om het hart. Hallo kijkers. Aanstaande woensdag komt er in de gemeenteraad het voorstel op tafel om het bestemmingsplan te wijzigen voor het Valkhofpark. De gemeente wil daar een neptoren bouwen. Daar hebben we 10 jaar geleden een referendum ongeveer, 9 jaar geleden, een referendum om gehad. En een groot gedeelte van de bevolking was toen voor. We zijn ondertussen 9 jaar verder. We hebben een waanzinnige economische crisis gehad. De gemeente Nijmegen heeft zich de afgelopen jaren zwaar in de schuld gestoken. En de gemeente Nijmegen weigert nu om een fatsoenlijke begroting op tafel te leggen bij de bestemmingsplanwijziging voor de neptoren die in dat park gebouwd moet worden. Kunnen wij daar nog iets aan doen? Ja, wellicht kunnen wij de volgende verklaring gaan tekenen en ik ga dat in ieder geval doen. Ik heb namelijk de ontmachtiging bedacht. U betaalt belastinggeld en u heeft de gemeente daar min of meer een vrijbrief voor gegeven om dat te besteden aan van alles en nog wat, waarvan zij vinden dat het goed is. Nou is ons beloofd dat er geen geld uitgegeven zou worden aan die nep Don John in het Valkhofpark. En dat is dus niet waar. Er is ondertussen al meer dan 2 miljoen uitgegeven aan die neptoren. Er is nooit gepraat over hoe dat ding eruit gaat zien. Er is nooit een kostenplaatje op tafel gelegd. Grijp nu de kans. Download op internet deze ontmachtiging. En stuur hem nog voor aanstaande woensdag naar de Nijmeegse gemeenteraad. U ziet het. U kunt de gemeente Nijmegen op antwoordnummer 169 bereiken. Dat is het antwoordnummer waarop u de machtigingen kunt afgeven. En u kunt daar natuurlijk ook de ontmachtigingen naartoe sturen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. U kunt hem langsbrengen bij het gemeentehuis. U kunt hem ook zonder postzegel versturen in de bekende oranje brievenbus.